Vrienden, ja, er moet maar even... Ja, er moet maar even iets van het hart. Ja, waar gaat het over? Het gaat over aquasi, bijvoorbeeld. Ja, laten we het daar nou eens even over hebben. Ik bedoel, die aquasi, dat is volkomen duidelijk. He? Die heeft dus iets raars geroepen op die dam. Dat sloeg helemaal nergens op. Daar zijn we het over eens. Dat was natuurlijk helemaal ernaast. Ja. Maar, is dat dan de reden om hem voor de rechter te gooien? Dat is de vraag. Daar gaat het nou over. Daarom zeg ik van, er moet maar even iets van het hart. Ja, want ik denk bij mezelf, laat gaan. Als je het er nou niet eens bent met die aquasi, over wat hij daar gezegd heeft op de dam, dan zeg je toch, hey aquasi, hou even je vervelende bek dicht. Waar begin je aan? Of je pakt een microfoon en dan zeg je, ik kom even vertellen dat je een enorme hondenlul bent. Klaar, en dan zijn we eruit. Ja, of je gaat even achter je computer en je schrijft even een stukje over die aquasi en dan maak je hem met de grond gelijk. Dan zijn we toch helemaal met deze zaak afgehandeld. Nee dus, we gaan zo iemand dan voor de rechter dagen. En dat vind ik dus helemaal niks. Nee, want het gaat om vrijheid van meningsuiting. Daar gaat het over. Je moet kunnen zeggen wat je wil. Dat is in Amerika zo bijvoorbeeld. In Amerika mag je zeggen wat je wil en niemand haalt je voor de rechter. Niemand, geen kip. Nee. Wat denk je als die Trump, wat hij allemaal niet zegt, dan wordt hij toch om de dag voor de rechter gedaagd? Nee. Nee. Die mag zeggen wat hij wil. Iedereen mag in Amerika zeggen wat hij wil. En ik wil dat graag ook dat dat bij ons zo is. Ja, en nu, dan wordt die aquasi niet vervolgd. En dan is er weer een andere groep die zegt, ja, maar daar nemen we geen genoegen mee. We halen hem alsnog voor de rechter. Niet doen, laat gaan, laat gaan. Het is duidelijk hoe we erover denken. Volkomen duidelijk, toch? En datzelfde geldt ook. Niet alleen, want je kan wel zeggen, hij wordt met twee maten gemeten dan. Hè, met Wilders, want Wilders... Die vroeg gewoon van minder, dat heeft hij gevraagd. En hup, die moet voor de rechter komen. Ook niet. Ook niks voor de rechter. Gewoon laten gaan. Ben je het er niet mee eens? Dan zeg je Wilders, ja, je bent gewoon een droeftoeter. Tja, of weet ik veel wat je wil zeggen. Of ik ben het helemaal niet met je eens. Of hoe durf je? Of weet ik veel? En elke Marokkaan die maar iets wil zeggen, die gaat het zeggen. Maar niet voor de rechter dagen. Dat vind ik nou zo verschrikkelijk. 100 keer niks. En dat moet mij even van het hart.